De legging voor de boogschutter. De intentie. Dus dat zijn de bedoelingen die jij hebt of die juist die ander heeft met de onverwachte bezoeker. Dus er komt iemand op jouw pad of iemand komt in jouw leven die je niet verwacht dus, hè? Want het is onverwachte bezoekers. Dus het is een verrassing, iets nieuws wat gaat beginnen en deze persoon heeft goede bedoelingen. We zien zelfs dat dit als een wens is die uitkomt. Komt jou je droomwens geven eigenlijk. Even kijken. Nou, iets wat je al heel lang wilt. Bekers 10. Super mooi, hè? Alle geluk in de liefde. Dat sprookje. Super gelukkig zijn, van elkaar houden, blij zijn met elkaar. Koning van zwaarden. En de zwaarden 7. Dus we zien hier dat iemand, dus deze persoon, hè, over wie dit gaat, die komt met de waarheid. Die is in het verleden niet eerlijk geweest, zo zien we hier. En dat heeft te maken met gevoelens die er wel of niet waren. Dus misschien dat deze persoon heeft gezegd dat er geen gevoelens waren, terwijl die er wel waren. En daarover dus heeft gelogen. Hè? Nu gaat deze persoon eerlijk zijn. Bekers 2, dus dit is jouw soulmate. Deze persoon is jouw soulmate en jullie komen bij elkaar. Hè? Jullie gaan heel, heel gelukkig worden samen. Pentakels 8. Ja, het is een beetje alsof deze persoon zeg maar, de tijd heeft gehad of de tijd heeft genomen eigenlijk om na te denken en om zelf te groeien en te bedenken van nou, wat wil ik en hoe belangrijk ben jij in het leven van deze persoon? Koningin van Pentakels. En nou, je bent dus heel erg belangrijk. Want deze persoon ziet jou als die vaste partner. Hè? Als die echtgenote of echtgenoot natuurlijk. Die moeder of die vader van de kinderen. Zo ziet deze persoon jou. En daar gaat diegene eerlijk over zijn. Tegen jou. Zwaarde 7 en de bekers 5. Deze persoon heeft heel veel spijt van iets wat er is gezegd in het verleden. Dus dan kom ik toch een beetje terug op wat ik net zei. Hè? Van nou, dat deze persoon misschien heeft gezegd. Ja, soulmate misschien heeft gezegd van dat er geen gevoelens zijn terwijl die er wel waren. Daar heeft hij of zij heel veel spijt van. Dan hebben we de matigheid. En de ridder van zwaarden. Het wordt goed gemaakt tussen jullie. En eigenlijk wat nodig is een rustig gesprek. Hè? Dus letten op wat je zegt. Niet vanuit je emotie praten, maar gewoon rustig blijven en nadenken voordat je iets zegt. Dus dat is wat we hier zien. Hoge priester en de zwaarde 2. Ja, deze persoon heeft een keuze gemaakt en kiest ervoor om
met jou in een relatie te zijn, hè, dat is wat diegene wil, heeft die keuze gemaakt, heeft die beslissing gemaakt. En kiest er ook zeker voor om eerlijk te zijn tegen jou. Zwaarde 4 met de pentakels 2. Dus een. Jullie vinden elkaar helemaal. En. Jullie voelen je heel erg op je gemak bij elkaar. Jullie omarmen elkaar en jullie laten elkaar nooit meer los. Koning van Pentakels en de bekers 6. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat jullie wegen zich hebben gescheiden, is deze persoon alleen maar aan jou aan het denken. Jou aan het missen, naar jou aan het verlangen. Dus dat is de communicatie ook die er gaat komen bij deze persoon vandaan. Want hij of zij houdt jou in de gaten, blijft naar jou kijken eigenlijk, hè? En komt nu heel snel naar jou toe met communicatie. En dat gaat communicatie zijn over die toekomst, hè? Hoe hij of zij jou ziet. En wat jouw soulmate wil met de toekomst, voor de toekomst. We hebben hier de koning en de koningin van Pentakels. Dus dat is een serieuze relatie, hè? Een lange termijn relatie, een huwelijk. Ruimte maken. En glinstering, ja. Dus deze persoon heeft jou iets voorgehouden, hè, in het verleden. En dat is iets... heeft tegen jou gelogen in het verleden. Maar wat we zien is dat die toekomst voor jullie er super mooi uitziet. Ja, we hebben een oneindig verhaal, dus we krijgen een nieuw begin. We zien dat jouw soulmate echt heel hard aan zichzelf heeft gewerkt. En dat nog steeds doet, hè. Die blijft daarmee bezig. Dus die toekomst die ziet er echt heel goed uit. Je kan deze persoon vertrouwen, die is veranderd, die heeft aan zichzelf gewerkt, die is gegroeid. En die doet het nu beter. En die relatie tussen jullie, die is echt voor de lange, lange termijn eigenlijk oneindig. Hè? Die blijft bestaan. Een hele gelukkige, fijne relatie tussen jullie. Dus het ziet er heel erg goed uit. Dus nou, ik wens je heel veel succes toe met alles. En tot de volgende keer.